Het receptiegebouw van de Lommerbergen in Reuver is helemaal vernieuwd. Bij de inrichting is aansluiting gezocht bij het DNA van de gemeente Bezel en specifiek bij het thema draken en draaksteken. Het gebouw moest aan enkele voorwaarden voldoen. Dat het past in de omgeving, dat het een warm en welkom gevoel geeft, vernieuwend is met een prachtige informatie- en inspiratiepunt. Dat het echte welkom. De ruimte is gethematiseerd naar de legende van Joris en de draak, die een belangrijke rol speelt in Bezel. Op diverse plekken zijn interactieve elementen toegevoegd. Toeristen kunnen zo direct zien wat ze kunnen doen en wat de regio te bieden heeft. De mensen die hier aankomen, en laten we reëel zijn, 95% van de verblijfstoerisme in deze gemeente komt van dit park af. En dus een heel belangrijk punt waar de mensen die hier op het park verblijven hier naartoe kunnen gaan om met hun kinderen te genieten van alle interactieve panelen die er zijn en leuke dingen te doen en daarmee te ontdekken wat er in de omgeving om te doen is. We hebben dus samen met de Lommerbergen en met de gemeente hebben we de highlights van Bezel en de omgeving dus weten vast te leggen. En dat komt eigenlijk in het hele inspiratiecentrum komt dat aan bod. Dit is dus een van de interactieve elementen waar je dus kan zien wat er in de omgeving te doen is. Nou, hier krijg je bijvoorbeeld dan designer Outlet Roermond. Nou, krijg je een mooie foto en dan in het Nederlands en in het Duits krijg je dan de informatie over de attractie. En al deze drakenpoten die blauw verlicht zijn, als je daar met je hand op drukt, dan krijg je dus de informatie over, dit is bijvoorbeeld Kasteel Nieuwebroek, en alles weer tweetalig. Het VVV-kantoor heeft hiermee ook een volwaardige plek gekregen in het receptiegebouw. Tot voor kort was het toeristisch informatiecentrum bij het gemeentehuis gevestigd, maar deze invulling past beter. Ja, dus een aantal jaar geleden hebben we inderdaad met elkaar samengezeten met de gemeente en de Limburg Marketing en het VVV. Om te bespreken van ja, wat zijn nou de mogelijkheden of de onmogelijkheden daarin. De gemeente had eerst andere ideeën om een inspiratiepunt bij de Maas te plaatsen. Maar ja, daar kwamen zoveel beperkingen op en was ook heel kostbaar. Ja, en dit, wij waren al van plan om een nieuw gebouw neer te zetten. Ja, dan 1 en 1 is 2. Dus dit is het geworden. Het is een hele nieuwe start voor VVV Reuver. Voorheen zaten we in het centrum van Reuver en we merkten de afgelopen jaren dat de bezoekersstroom afnam. En toen hebben we de keuze gemaakt om niet de bezoeker of de toerist naar ons toe te laten komen, maar dat wij dus een plekje zouden zoeken waar de toerist al aanwezig is. En ja, dat is bij de Lommerbergen. Meer dan 540.000 overnachtingen op jaarbasis. Ja, waar wil je liever zitten dan? En dan hebben we hier de verhalenboom. Er zijn dus een aantal verhalen ingesproken door mensen die dus de regio heel goed kennen. Waaronder de burgemeester heeft een tip. En die kan je dus beluisteren. Je pakt de hoorn en je drukt op het blad. En dan vertelt de burgemeester vertelt een verhaaltje over zijn tip voor de regio. En bij deze hebben we de ambachten van de gemeente dus belicht. En als je dan hier bijvoorbeeld op dit knopje drukt, dan krijg je dus informatie over de imkerij. En er komen allerlei foto's en tekst, ook weer Nederlands-Duits. De historische groentehof. En ook natuurlijk heel belangrijk voor de regio, de Bezelse keramiek. Nou ja, de lokale ondernemers staan hier ook allemaal genoemd. Dus het heeft ook, weet je, wij kunnen heel moeilijk zeggen dat we altijd iedereen op het park houden. Iedereen gaat er toch op uit. Gaat naar de omgeving, kijk maar, ze gaan fietsen, ze gaan wandelen. Ze willen ook genieten wat de omgeving te bieden heeft. En dat is veel. En dat kunnen wij niet alleen maar vasthouden hier op het park. De mensen willen erop uit. Dus die willen genieten wat er allemaal te doen is. Wij werken dus met beroepskrachten en vrijwilligers. En op vaste dagen zijn hier medewerkers van de VVV aanwezig om dus de informatie te geven. Op de dagen dat wij er dus niet zijn, dan verstrekken de medewerkers van de Lommerbergen de informatie. Dus het is een hele mooie samenwerking. Naast de gasten van de Lommerbergen zijn ook inwoners en toeristen van buiten het park welkom voor toeristische informatie.